Even heel snel. Is nieuwsuitzending nummer 18. Alles wat ik jullie ben vergeten te vertellen tot nu toe, dat komt hierin aan het woord. Dit is een heel bijzonder artikel. Dit staat op World Unity. Dus een of andere vage site of zo. En dan hebben ze het dus hier over kindersterfte IMR. Dat is dinges infant mortality, rate. Belangrijke indicator van het sociaal-economische welzijn. Lijkt me nogal wieders. Ja. Nou, de infant mortality rate is een van de belangrijkste indicatoren van de gezondheid van het kind en de algemene ontwikkeling in een land. Schoon water, maatregelen ter verhoging van de voedingswaarde, betere sanitaire voorzieningen en gemakkelijke toegang tot de gezondheidszorg dragen het meeste bij aan de verbetering van kindersterfte in onreine, ondervoede en de arme regio's in de wereld. In ontwikkelingslanden zijn de infant mortality, de IMR. In ontwikkelingslanden is de kindersterfte hoog, omdat deze basisbehoeften voor het kind ontbreken of ongelijk verdeeld zijn. Ook komen besmettelijke en overdraagbare ziekten nog veel steeds voor in ontwikkelingslanden, terwijl goede hygiëne Ook komen de besmettelijke en overdraagbare ziekten nog steeds voor in ontwikkelingslanden, terwijl goede hygiëne dit zou kunnen voorkomen. Dit veel zou kunnen voorkomen. Veel, zoveel om dit te voorkomen. Dat ken ik niet, dat is geen Nederlands. Maar dit is dus wel allemaal waar. En om het even kort te houden. Dit klopt ook. Dus lineaire regressieanalyse. Ja, dit is niet heel. Ja, dit is de lineaire regressieanalyse. Dan heb je dus. Dit is een wolkenpunt. Ik zal een beetje inzoomen. Oh shit, moet jij weer naar beneden rollen? Terug. Ja, kijk. In beeld. De chat mag weg, lukt me niet. Maar hier staat dus van links naar rechts het aantal vaccinatiedosissen wat een kind heeft gehad voor het eerste jaar. En dan hier de kindersterfte. Ja? Dus als je kind, als je denkt van, wat een kutkind. Ja, dan moet je vooral, kijk, als je dus 27 doses doet, weet je wel. Dan ben je dus 1 op 14 van je kinderen. Nee, 1 op 140 van je kinderen. Ja, het scheelt niet zo heel veel, maar alle kleine beetjes helpen. Dus je moet 27 vaccinaties erin laten proppen. En dan, met een kans van 1 op 140 is hij. En dit is niet van dinges van deze website. Dit is gewoon een. Deze bron, die mag je gewoon opzoeken. Dit is iets van. Wat is dan de bron precies? Oh ja, hier. Centers for Disease Control. De CDC. Ja, je moet het maar even naweten te zoeken. Maar we wisten het van tevoren al. Er is geen enkele reden dat wij ons moeten laten vaccineren. Polio, dat is gewoon gedoodverf van, ja, maar polio, nou, dan gaat het echt helemaal fout hoor, met polio, minimaal polio. Ja, mensen die polio krijgen, 90%, mits ze goede voeding krijgen en een beetje rust en een beetje, ja, polio, ik heb polio, kom vandaag niet op het werk. Als je mensen gewoon met rust laat met polio, ze verzorgen ze goed. Maar zonder meer, als je ze goed verzorgt, dan krijgen ze geen polio.
En dan krijgen ze polio. Ja, in 9 van de 10 gevallen los je dat op. En dan krijg je daarna nooit meer polio. En dan kan je wel van tevoren schijnpolio krijgen. Met die vaccinatie tegen polio. Maar het is maar de vraag of dat helpt als je daadwerkelijk polio krijgt. Zo heeft mijn dochter, die heeft dus recentelijk een aanval gehad van kinkhoest. Nou, tegen kinkhoest is ze ingeënt. Ja. Maar ze heeft dan wel kinkhoest, in ieder geval gediagnosticeerd kinkhoest. Weet ik veel of dat kind van mij kinkhoest heeft. Maar de dokter zegt van wel. Hij had dan, hè? Dus inmiddels prima genezen hoor. Maar mijn dochter heeft het DKTP gehad. Ja. Difterie, kinkhoest, tetanus. En polio. Slaat allemaal nergens op. Je kind laten inenten tegen tetanus. Slaat bullcrap. Ja. Maar goed, je moet je kind moet je goed opvoeden en dat soort dingen. Maar dat is het einde van dit stukje dus. Want we doen alleen maar twee elementjes. Dat is gewoon die lekkere... Nou, hoe het allemaal gaat in Nederland, hè? Gewoon een beetje vrolijk houden. We beginnen eventjes hiermee. Ik heb het hier eerder over gehad. Naar boven moet je helemaal niet kijken. New World Order, World War II, Conspiracy, Economics. New, ja, maar niet op letten. Hè? Gaat hierom. Deze meneer. Kalergi. En dan moet ik dus even naar beneden scrollen. Want het begint er allemaal met hele leuke dingen. Ja, Angela Merkel, en dat is die viespeuk, die ken je wel, hè? Dat is een jezuïet. Die heet Van Rompuy. Ja. En ze zijn zo blij, hè. Ze lachen zich helemaal kapot. En Angela Merkel, die is daar zo die piramide aan het maken. Dus dan, Jesus, man. Nou, Kalergi. Dan moet ik even die quote opzoeken. Yes. The man of the future will be of mixed race. The races and classes of today will gradually disappear due to the elimination of space, time and prejudice. The Eurasian Negroid race of the future, similar in appearance to the ancient Egyptians will replace the diversity of peoples with the diversity of individuals. Nou, dat zie je niet. Dus wat hier staat is, we moeten dus af van verschillende soorten mensen. En we hebben gewoon verschillende soorten individuen. En dat is diversiteit genoeg. En geen stammen meer, AUB. Geen families meer, geen... Nee, natuurlijk niet. Nee. Het is natuurlijk wel zo dat... die lui zelf, die aristocratie... Ja, daar ga je niet zomaar mee wipperen, hè? En die hebben het allemaal voor zichzelf. En die nemen dan soms een Lady Diana erbij voor wat nieuwe jeans. Hè? Een beetje meer floep erin. En dan is het voor hun weer genoeg geweest. En deze meneer Kalergi, dit heeft dit werk geschreven in zijn boek Praktischer Idealismus. Dat betekent idealisme in de praktijk. En hij heeft een soort blauw druk gemaakt voor de Verenigde Staten van Europa. En dat is niet meer aan de blanke mensen. Want dat is niet divers. Want blanke mensen zijn namelijk heel erg divers. Dus vroeger woonde ik in Groningen. En dan woonde ik in Groot-Wetsingen. En dat was vlakbij Winsum. En Sauwerd en Adorp. Maar dat was heel anders als aan de andere kant van Groningenstad. Om nog maar te zwijgen van Groningenstad zelf. En zelfs Hoge Zand had zo zijn eigen dingen.
En die diversiteit, daar wil men vanaf. En dat is opgeschreven in 1925. Even kijken of ik het even kan opscrollen. Opscrolleren voor jullie. Ja, je kan natuurlijk ook even zelf nakijken. Je kan ook op Wikipedia kijken hoor. Dus gewoon, dit heb ik een site heb ik erbij gehaald. Op Wikipedia staat het ook. De Calergi-plan. En dat is volop in uitvoer. Dat kan je gewoon zien. En daar gaan we het vandaag over hebben. Want, je kan wel zeggen, ja, de Calergi-plan. Maar ja, is wel een plan. Maar gebeurt het ook? Nou, weet je wat? Dan gaan we samen even kijken. Ja. Dit is hoe het in Zweden gaat. Oh, ik doe het fout. En zo gaat het goed. Ik laat het geluid een beetje aan. Ah, deze mensen die zijn heerlijk bezig. Echt lekker aan het stoeien in het klaslokaal. Zodat, bij mij op de lagere school hadden we af en toe gym en dan deden we apenkooi. En deze mensen zijn veel vrijer van gedachten. Die gaan gewoon apenkooien in de klas. Ja, want wij zijn een steltje idioten. En als je er niks van zegt, ja, dan gaan we ons lekker tekeer hoor. Ja, want we hebben toch niks te doen. Waar zijn de touwrekken? Fuck you. Zet hem dicht. Ja, ik kom niet meer terug. Ja. Want het laatste wat ze willen is onderwijs. Daar hebben we niet op te wachten. Ja, mooi man. Dit is echt... The doctors have taken over the asylum. Ze weten precies hoe het moet. Lekker funnen, man. Lekker fun. Oh jee, daar komt hij weer binnen. Of is het nou een ze? Het is een ze. Ja, die jongens die zullen veel gaan leren van die dame. Dat denk ik wel, hoor. Ze hebben echt al goed leren gimmen. Nou, dit is dan een man. En die kan ook net zoals die vrouw... Ja, kijk hoe deze bent. Deze jongen die komt op voor het feit dat hij geen immigrant genoemd wil worden. Ja, dat is hij ook niet. Hij is gewoon een eikel. Ik had gewoon moeten zeggen, ik wil geen eikels in mijn klas. Als je niet naar me wil luisteren. Hij is geen immigrant. Nou, oké, eruit met die jongen. Als hij geen immigrant is, oprotten. Ja, deze jongen heeft gehad. En dan gaat hij klagen over het feit dat hij geen les meer krijgt. Maar die andere jongen heeft nog een Adidas. Die heeft nog wel wat centen in de zak. Die denkt van rijke ouders. Denk ik. Die maakt zich geen zorgen. En ze zitten allemaal te genieten van dit moment. Van eindelijk die witneus voor zijn lul geven. Hè? Ja, ze lachen zich kapot. Ze hebben eindelijk een leuke middag op school. Hehe. Poepoe, ja, nou, af en toe is het gewoon geinig op school, hè. En dit is een hele leuke, dit is een satirische actie. Van blanke Zweden. En dan zijn ze in een rijke wijk binnengegaan, van rijke mensen. En dan doen ze zich voor als multiculturalisten. En daar komt de buurman.
En de buurman die pikt het niet. Die denkt, wat is dit? Ja, dan gaan ze die man beschuldigen van xenofobie. En dan ben je tegen de multiculturele samenleving. En dan komt zij er buiten. Ja. Multiculturalisme is gearriveerd. Jij hebt ervoor gestemd. Ja. En dan zegt ze, fuck you. Ah. Ja, ze krijgen een mooie reactie. Wat ze gedaan hebben, ze hebben een busje... Dan hebben ze van die islammuziek. Ja, die Mohammedaanse Arabische ellende. En doen ze gewoon ochtendgebed om 6 uur. En de multiculturele society. Ja, die agent die gaat nog de hele tijd door. Die blijft trouwens heel vriendelijk. Ja, dan moet die agent, die moet helemaal conform de regel. Ja. Dat is wel heel mooi, dat hij dus die agent nou overschakelt van ja, ik wil gewoon de sleutels. Ja, ik kan verder niks doen. Even de achterkant controleren. Jammer dat we die boksen niet zien. Ja, ik noem dit ludiek. Dat vind ik het. Oké, daar is de achterkant. Ze hebben netjes de nummerborden eruit gedingest. Ja, hoe loopt dit af? Ik heb het einde nog niet gezien. Installatie hebben die lui allemaal. Electro voice boxen. Wat leuk. Ja. Oh, je moet het even lezen. Dit is zo grappig. Hebben ze laatst een hele bus confisceren. En daar hadden ze van tevoren al rekening mee gehouden. Ja, ze krijgen die spullen denk ik wel terug. Die jongens geven niet op. Dat zijn Zweden met een gevoel voor humor. Dit is ook even een leuk verhaal. Dat hoef ik alleen maar even voor te lezen. Maar het gaat om de volgende. Dit is de officiële meuk. Hè? Telegraaf. We zien het wel. Hè? Dit is Telegraaf. Wilde achtervolging na vlucht voor politie. Roermond. 4 mannen hebben in de nacht van zondag op maandag wilde capriolen uitgehaald om aan de politie te ontkomen.
Ze sloegen op de vlucht toen de politie ze in de Roermond wilde controleren. Tevergeefs. In het Duitse München-Gladbach werden ze uiteindelijk gearresteerd. Het loopt zo zielig af. Hè. En ik wil niet zeiken over Marokkanen, maar het gaat weer eens over Marokkanen. Dat ik denk van jongens. Hè. Volgens de Duitse politie zijn de verdachten 23 tot 31 jaar oud en gaat het om Nederlanders van Noord-Afrikaanse afkomst. Nou, dat zullen wel weer Marokkanen zijn. Ze zijn bekenden van justitie, maar het is niet bekend waarom ze op de vlucht sloegen. Dus de politie wilde ze in Roermond controleren. Ja, ik ben ook al een paar keer in Roermond geweest. En ik ben nog nooit gecontroleerd door de politie. Maar jullie wel. Het is niet bekend waarom ze op de vlucht sloegen. Nee, natuurlijk niet. De politie was er achter hen aan. Toen ze vluchtten uit Roermond, gingen ze via de N280 de grens over. Vlak voor München-Gladbach lieten ze de autobaan. Ze negeerden zwaailichten en stoptekens en deden de lamp uit. Met 160 km per uur reden ze over de provinciale wegen en weer de autobaan op. Ze negeerden zwaailichten. Hebben ze geen medelijden met de politie, zeg. En ook nog stoptekens. Vlakbij het stadion van voetbalclub Borussia Mönchengladbach reden ze een doodlopende weg in. Ze sprongen uit de auto en reden weg. Met speurhonden en helikopters zocht de politie naar ze. De snelweg werd daar tijdelijk voor afgesloten. Twee bleken zich te hebben verstopt in de bossages. Twee anderen hielden zich schuil onder geparkeerde auto's. Oh mijn god. Ik hoop niet dat wij de rekening gaan krijgen van de Duitse politie voor deze actie. Want dit moet wat gekost hebben. De snelweg werd ervoor afgesloten en ze negeerden zwaailichten en stoptekens. Hoeveel politiemensen hebben jullie er meegenomen? Jesus. En ze reden met 160 km per uur over provinciale wegen. Nee, volgens mij is het... Ja, hier heeft iemand iets uit zijn duim lopen zuigen of zo. Maar hier staat niet wat er aan de hand was. Hè? Dat snappen we toch wel. Nee, dat geloof ik gewoon niet. Maar ja, het zal weer in mij liggen. Maar... Piepjonge straatrover steelt handtas. Politie laat reconstructie zien. Dat is mooi. Als een vrouw woensdag 11 mei 2016, dit jaar, niets bemoedend over straat loopt, wordt ze plotseling slachtoffer van een straatroof. Zij valt, net als de opvallend jonge dader, ook. Waarschijnlijk was hij maar 13 of 14 jaar oud. Maandag zond Bureau Brabant een reconstructie uit. Ja, de vrouw is bij de dokter geweest. Er kwam een vrouw bij de dokter. En dan, als de vrouw iets verderop afslaat, naar het Van Lochterenpad, versnelt de jongen. Hij fietst langs haar en probeert haar handtas te grijpen. Door de harde ruk valt de vrouw op de stoep. Doordat de jongen snel fietst, valt ook hij met zijn fiets. Snap ik niet. Ik weet niet waarom hij is gewoon gevallen met zijn fiets. En dat moet er staan, doordat de jongen uit balans raakte, viel hij met zijn fiets. Of je zegt, daardoor viel hij met zijn fiets. Door de harde ruk valt de vrouw op de stoep en de jongen... Oh, en de jongen viel ook. Op de stoep maakt het niet veel uit. Door de harde ruk valt de vrouw... En raakt hij uit balans en valt. Daarna vlucht dader. Daarna vlucht dader weg. De vrouw slachtoffer springt achter hem aan. Dan gooit dader zijn fiets weg op het speelveld. Daarna vlucht de jongen weg en neemt in eerste instantie zijn fiets mee. Jeetje, wat een sukkel zeg. En
Dan gooit de dader zijn fiets weg op het speelveld. Wat is het speelveld trouwens? En gaat er met haar tas vandoor. Oké. Hij verdwijnt in de wijk. En de vrouw, slachtoffer, kan hem niet bijhouden. De politie denkt dat hij piepjong was. Waarschijnlijk was hij maar 13 of 14 jaar oud. Dat in combinatie met de achtergelaten fiets en het feit dat hij er reddend vandoor ging, laat de politie denken dat hij in de buurt woont. Het gaat om een getinte jongen die 1,60 meter lang is. Hij is mager, heeft kort zwart haar, hij droeg een rood t-shirt en een zwarte joggingbroek. Gezellig allemaal. Piepjong. Nou, dit is dan nog even over Almere. De sound even down gooien. Maar ik sprak dus vandaag een collega van mij en die woont in Almere. En het hele gesodemieter is wel iets van begonnen dat de buschauffeurs af en toe geen zin hadden om die dronkenlui vanuit het centrum mee te nemen naar de buitenwijken. Kijk, hier gaat het om. Dit is Kruidenwijk. Ik ga hem eventjes zo. Maar ja, je moet ook niet met een clubje dronkenlui klaarstaan. Op een gegeven moment heeft de buschauffeur er geen zin meer in. En ik heb dat ook meegemaakt hoor. Dat er gewoon van die dronken adolescenten. En dit is dan die een of andere raadslid. En die zit er allemaal te erger aan het feit. Het is ook helemaal belachelijk. Er is helemaal niks gebeurd. Geen sodemiet hoor. En dan zit er hier nog iets leuks. Even kijken hoor. Het is al maanden van de laatste dagen. Er is helemaal niets gebeurd in Almere. Ja, behalve dat de ellende toeneemt. Hebben we nu gevraagd of het kabinet deze burgemeester kan aansporen om eindelijk eens op te treden. En ik begreep dat hij vandaag ook weer te druk was. Hij was niet in staat om een reactie te geven op deze busterreur. Maar hij was wel in staat om een breiklub te openen. Op deze busterreur. Maar even terug, hè? Kijk, dat is ook weer een getinte man. Ik wil niet zeuren over kleurlingen, maar ze komen er niet goed af. Op deze busterreur. Maar hij was wel in staat om een breiklub te openen. Een breiklub openen? Deze fans. Deze lul. Zie je hem goed in beeld? Ik wil niet zeiken over zijn pigment hoor. Maar hij gaat een breiklub openen. Terwijl er een bus niet meer kan rijden. Hij heeft ook geen tijd om een mening te geven. Nee. Als er iemand een racist wil lijken, dan is deze lul het wel. Wat is het die kleurlingen mooi voor lul. Ja, net trouwens als Willem-Alexander mijn ras voor lul zet natuurlijk hoor. Maar om even stil te staan bij de zaken. Goed, laten we het vrolijk houden. Het is allemaal duidelijk. Dus deze meneer ging een breiklub openen terwijl het de Almeerse terreur gewoon lekker doorging. Hè? En dit is voor mij dan weer een testimonie. Moet ik even voorlezen. Hè? Bonus quote. Buschauffeur zijn in Almere is de hel. Er wordt gepoept en geplast in de bus door idioten. Een of andere buschauffeur schat dat een derde van alle busreizigers zwart rijdt. Maar ook het vandalisme loopt volledig uit de hand. Het gaat niet alleen om stenen gooien, zoals de afgelopen weken. Nog afgezien van het feit dat er tientallen ramen in bussen aan dichtelen zijn gegaan, levert dat ook nog eens levensgevaarlijke situaties op. Mensen maken er volgens Groot, even kijken hoor, waar komt Groot nou vandaan? Wie is Groot? Ik kan het niet vinden hoor. Er had iets moeten staan van uit de mond van de heer Groot, opgenomen. Vaak een enorme troep van de zakken patat liggen door de bus en er wordt zelfs gepoept en geplast door sommige idioten om over spugen nog maar te zwijgen. Natuurlijk is er sprake van een maatschappelijk probleem. Er zijn geld, mankracht en middelen nodig om agressie en wangedrag en verbale en fysieke mishandeling de kop in te drukken. Dat lijkt echter nog ver weg.
Tje. En cameratoezicht, ja. En er gebeurt helemaal niks. Maar ja, je moet die jongens ook gewoon met de bus meenemen natuurlijk. Ja, iedereen die zich misdraagt moet gewoon uitgedonderd worden. Oh, geen probleem. Ga je maar lopen. Is een hele mooie. Dus, ik heb al in andere uitzendingen uitgelegd dat de moslims, dus het Mohammedaanse geloof, is uitgevonden door de katholieke kerk. En de katholieke kerk, dat is je vriendje niet. Die is er alleen maar om verdeeldheid te zaaien. Mensen tegen elkaar op te zetten. En ze hebben ze joden opgezet tegen moslims. En moslims tegen joden. Joden tegen christenen. En de christenen zijn dan hun christenen. Want ons soort christenen kan je niet opzetten tegen een ander. Wij zijn er ongevoelig voor. En hier heb je dus een aanval dat de moslims, die hebben dan een aantal katholieken aangevallen. Terwijl ze de kerk uitkwamen. Ja, dat is wel erg lelijk, hè? Die mensen konden dus echt, die zagen hem echt niet aankomen. Het is alleen, gelukkig alleen maar foto's. Even kijken nog wel. Ze zag eruit. Het is gewoon. Ja, de katholieken in actie, hè? De CIA. Iedereen denkt. Dat dus de Central Intelligence Agency is. Maar dat is het helemaal niet. Dat is een katholieke in actie. Dit is ook zo eentje. Heel bijzonder. In het Franse dorp Manganville, ruim 50 kilometer ten westen van Parijs, heeft een man een politiecommandant en diens vrouw gedood. De dader stak de politiecommandant voor het huis 9 keer in de buik en verschanste zich vervolgens met diens vrouw en 3-jarige zoontje in de woning van de politieman. We moeten gelijk denken aan Els Borst. Die was ook zoveel keer gestoken. Maar ze dacht in eerste instantie dat het kwam omdat het, ze was gevallen op de golfspullen. Want ze speelde golf of midget golf of zo. Ze was gevallen in de bijkeuken of zoiets. Maar die bleek uiteindelijk dan 93.000 keer gestoken te zijn. Maar deze man is dus 9 keer in de buik gestoken. En hij verschanste zich met zijn vrouw en 3-jarig zoontje in de woning van de politieman. Een speciale politieeenheid, vergelijkbaar met de Nederlandse arrestatieteams, heeft geprobeerd met de man te onderhandelen. Maar rond middernacht is het huis bestormd en heeft de politie de dader doodgeschoten. Waarom eigenlijk? Als hij alleen maar een mes bij zich had, en waarom is hij gewoon in zijn poot geschoten? Agenten troffen de vrouw van de vermoorde politieman in het huis dood aan. Ook zij werkte bij de politie. Franse media berichten dat de keel van de vrouw was doorgesneden. De autoriteiten hebben daar niets over gezegd. Het zoontje heeft het er levend van afgebracht. Hij was ongedeerd. En tijdens de onderhandelingen met de politie zou de dader hebben gezegd namens terreurgroep IS te handelen. De man is eerder veroordeeld voor het voorbereiden van terroristische daden. Hij zou in Pakistan of Afghanistan zijn. Maar niet in India, hoor. Hoef je geen zorgen over te maken. En ook niet bij Pakistan net over de grens. Ben jij gek, man. Dat was Pakistan of Afghanistan. Niet in Somalië of zo. Dat moet je allemaal niet denken. Het aan IS gelieerde persbureau AMAK. Mag je ook even bestilstaan. AMAK lijkt heel veel op het Nederlandse woord amok. Dat is niet zo goed. Heeft gemeld van een bron te hebben vernomen dat de man namens IS optrad. Maar hoe serieus deze claim is, is onzeker. En IS heeft de verantwoordelijkheid niet nadrukkelijk opgeëist. Nee. Hoe kan de IS nou iets... De IS bestaat er helemaal niet.
Het enige wat de IS kan doen, dat is een of andere post zetten op Facebook. En dan roepen ze een beetje Allahu Akbar. Oh, la ilaha illallah. Mahamadur zalallah. Nou ja, dat kan je wel doen. Maar... wie heeft het gedaan? Heeft hij dan echt zo? Weet ik veel. Hij is eerder veroordeeld voor het voorbereiden van terroristische daden. Door wie eigenlijk? Dit speelde zich allemaal af in Frankrijk. Hij is dus in Frankrijk, hadden we vaker betrapt. Hé, man, je bent bezig met het plegen van de aanslag, maar dat vinden we niet leuk hier in Nederland. En daar hebben ze voor veroordeeld, is hij voor de bak ingestuurd. Dat hebben ze weer losgelaten, dat hebben ze gezegd, niet meer doen, hè. Oh mijn god. Oh, 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 oh. Kijk, ik vind het, kijk, dat ze dit soort dingen doen, dat is nog tot daar aan toe. En dan de NOS, de een of andere lul die bij de NOS werkt. Die dan, de man is eerder veroordeeld voor het voorbereiden van terroristische daden. En toen hebben ze vrijgelaten. En dan heeft hij het potverdorie nog een keer gedaan. Hé, wat jammer nou. Ja, gelukkig was het maar een politieman en zijn vrouw. Gisteren claimde IS via Amak wel de schietpartij in de Amerikaanse stad Orlando. 49 mensen daar, anders wordt gesproken van 50 mensen trouwens. Maar ook in Frankrijk heeft het antiterreurbureau op de zaak gezet. President Hollande heeft vanochtend met zijn ministers spoedberaad gehouden. Kijk, mensen, dat wisten jullie niet, maar president Hollande die was dus van plan om lekker te gaan brunchen rond een uurtje of 11. Kwart over 11, 11:30, licht gaan of die... Ja, maar gewoon een lekkere brunch. En dan niet te vroeg ontbijten. Gewoon een keertje uitslapen. En dan daarna wilde hij gewoon lekker gaan vissen. Net als George Bush. Ja, die ging altijd golven. En dan gaat Hollande, die gaat lekker vissen in de Seine. En dan kut. Schietpartij. En toen moest hij dus een spoedberaad houden. Ja, kon ze het helemaal niet gaan hebben over het beperken van de invoer van Italiaanse kaas. Want daar schaten die Fransen zich helemaal drie kleuren stront van. Want daar houden ze niet van, hè, van import. Dus president Hollande, die gaat dat helemaal verwoorden. Tenminste, dat zegt allemaal president Hollande. Hè. Dat is niet wat ik zeg. Want ik weet dat er genoeg Fransen zijn met een goed smaakgevoel. En die vinden Italiaanse kaas, net als ik, erg lekker. En de kostenpatiënten, maar ja, het moet ook helemaal uit Italië komen. Het moet wel eventjes hier naartoe gereden worden. Als je in Frankrijk woont, dan moet je natuurlijk naar Frankrijk toegereden worden. En niet dat je nou denkt dat ik gek ben. En dit is dus Orlando, dat is ook... de eerste over de Orlando, dat is dan deze man. Ik weet niet of jullie die kennen. Je moet vooral... dit is echt zoveel duizendste uitzending... En dan heeft hij dus daarachter heeft hij een boekenkast staan. En soms staat daar ook gewoon een schedel in. En regelmatig heeft hij... Hij verandert die boeken de hele tijd. Dan zet hij steeds weer een andere neer die hij dan leuk vindt als achtergrond. En hij had vroeger beter haar, moet ik zeggen. En nu heeft hij het meer wat korter. En ja, hij drinkt af en toe graag een biertje. Dat geeft hij gewoon eerlijk toe. En... hij heeft dus property. Dus, ja, hij heeft zijn schaapjes op het droge. The money keeps flowing in. En hij probeert er gewoon het leuke tegenaan terug te gooien. Zijn idee is om Amerika weer gewoon... toen het contract getekend werd... om al die staten onder een federatie te brengen... toen stond in het contract dat je er ook op ieder moment onderuit mocht. Want anders zouden die staten dat contract nooit getekend hebben. Dus je mocht er altijd onderuit. Nou, dat recht is er nog steeds. Het heet secession, op Engels. Afscheiding.
En hij stelt voor om te zeggen van nou, er zijn gewoon bepaalde Amerikanen. En ja, de meeste daarvan zijn ja, een tintje lichter. Maar in principe maakt het niet uit, maar het is een bepaalde cultuur. En ja, als die dan gewoon in hun eigen stukje gaan wonen. Ja, en we krijgen 2,1 kind per vrouw gemiddeld. Dan heb je verder geen last van ons. En je hoeft ons geen ontwikkelingshulp te geven. Dat is nog nooit gebeurd. Dat de negers hier naartoe kwamen van... Oh, maar dat doe je niet goed met die tractoren, hoor. Dat weten wij veel beter van Oeloboeloeland. Dat was altijd andersom. Dus laat ons gewoon wonen in die gebieden waar we kunnen wonen. En dan vallen we die andere mensen niet lastig. Want die hele slavenhandel, dat was niet per se het blanke ras. Hè? Dat is een bepaald stukje van het blanke ras. En hij heeft het dan altijd over de Joden. Maar dat geldt natuurlijk ook net zo goed voor de katholieken. Dat hele Babylonische denken wat erachter zit. En hij is ook zeker geen racist. Als iemand Joods is, dat maakt hem geen biet uit. Maar er zijn bepaalde mensen en ja, die noemen zich dan wel Joods. En iedere keer komen die namen weer naar boven. Ja, en daar mag je best wel wat van zeggen. Ten meer daar Joodse mensen in Amerika ook heel vaak op hun eigen huizen schilderen ze een hakenkruis. Dan gaan ze roepen van er zijn antisemitisten in de buurt. En dat is natuurlijk ook flauw. Maar hij is voor afscheiding. Stop er maar mee, hou er maar mee op. Het is allemaal genoeg geweest. Even naar hem luisteren. Against whites. That's reality. And that's why the only solution is nationalism, where we have countries. When I grew up in this country, we never had this fucking problem. You know why? Because we didn't have Muslims here in any great population. They kept in their countries, and that's where they belong. And with a nationalist society, we don't hate people like Omar. That Omar needs to stay in Afghanistan. And our army is not used to fight wars for our greatest ally, Israel. Who, by the way, our greatest ally, Israel, has just announced they're banning all this travel with Muslims in their country because they had an attack, right? But the ADL says nothing about that, and they bitch at us and Trump trying to restrict temporarily Muslim immigration. We're fucking tired of the hypocrisy. We want to protect our country. We want our army to protect our borders. Keep people like Omar out. They do not belong in America. They belong in their own fucking country. I don't care what they do in their country. I don't want to control them. I don't hate them. They can worship Allah. They do their five prayers. They can cover their women up. They can chop each other's heads off. They can blow each other up. I don't fucking care. That's their problem. They need to do it in their country and not our country. The only thing will solve this is not better mental health, not gun control, but fucking nationalism to protect our people. And I'm tired of the fucking traitors that open our borders and bring in these people. They are the ones that are responsible. And you know who I'm talking about. It's not the Muslims. The people that have created this will one day pay for the crimes and the murder of our people. Talk to you guys later. Nou, hij was een geweldige spits. Ik kan alleen maar onderschrijven. Ik hoop jullie ook. Ik hoop dat jullie het Engels konden volgen. Maar het is wel degelijk zo dat er is een project en dat project heet Israël. En dat kost klauwen met bloed. Om maar te zwijgen over het geld. En de doden. En de tijd. En de Soros. En vanwege dat Israël project zitten we het over onze oren in de narigheid. En dan krijg je ook nog een keer die immigratie over je heen. Alsof die ellende rondom Israël, om dat project, dat mislukte project, wat met geld tot stand had moeten komen met de Hava, Nagila Hava, Nagila Hava. Ja, dat is mooi mislukt. Het is een dood paard waar men aan loopt te trekken. Dat komt nooit meer goed. En ik beloof jullie, ik zal het er een keer over gaan hebben.
En dan pak ik wel mijn Bijbel erbij. En dan zal ik jullie uitleggen waarom het project in Israël momenteel aan het mislukken is. En het komt uiteindelijk goed, natuurlijk. Hier. Nou, dit is ook heel raar. Over die Orlando schuttertoestand, hè? Die Omar Mateen, dat is dus die waar die man hier die net over had. Ik heb zijn naam helemaal niet genoemd. Maar die heet Paul Ramsey. Ik zal even, om hem even ere aan te doen. Ik zit niet helemaal goed voor mijn toetsenbord. Dit is hem. Dat is zijn voornaam, Paul, en dan Ramsey. Maar dan heeft hij dus omgedraaid. En Ram this. Dat is niet gek. Ik lees niet veel de Bijbel, denk ik, maar ik ben een christen, maar ik ben niet zo van. Omar Mateen, de terrorist die op zaterdagnacht 49 bezoekers van een homoclub in Orlando, Florida doodschoot, was een oude bekende in de bar. Daarna zou hij een account hebben op verschillende dating apps. Verschillende bronnen melden aan de Amerikaanse media dat ze Mateen vaker hebben gezien in Pulse. De LHBT-bar, waar de man de ergste Amerikaanse massamoord in de recente geschiedenis aanrichtte. Hij zal zelfs al 3 jaar een frequenter bezoeker van de club zijn. Nou, schiet mij maar lek. Wat vinden jullie hier nou van? Wat is er van bullcrap? Hoezo verschillende bronnen? Die Pulsbar, die heeft toch een eigenaar? En een personeelsleden, mag ik aannemen? Een portier of zo? Dus de... Verschillende bronnen. Wie dan? De portier van de Pulsbar heeft gebeld. Ja, ik kom even vertellen. Ik ben de portier van de Pulsbar. En ik moet zeggen, die Omar Mateen, die heb ik vaker gezien. Die is al 3 jaar frequente bezoeker. En nu hang ik op. Dat is een bullcrap dit. En dan het kopje homoseksueel. What the fuck doet het er toe? Ik ben gewoon doodmoe van het woord homo. Huh. Nou, kijk. Dan heb je ook nog een stadscommissaris en die heet dan Patty Sheehan. En, zie wat erg is dit. Patty Sheehan, die suggereerde in een interview dat het goed mogelijk is dat Mateen zelf ook homoseksueel was. Oh ja, wat heeft ze nou precies gezegd? Nou, ik stond een keer naast hem. En ik denk echt... Ja, volgens mij heb jij hem in je reet gehad. Ik heb zo'n luchtje geroken. En ook een keer dat ik denk van kom, ik ga je even lekker pijpen. Had hij echt met zo'n homo-blikje. Zei hij toen van, nee, vanavond niet. En denk ik, ja, dat is gewoon omdat ik een vrouw ben. En dat vond die Patty Sheehan. Die voelde zich gewoon genegeerd. Die is gewoon seksueel afgewezen. En ze dachten zelf dat het niet kwam doordat ze er gewoon lelijk uitziet. Een of andere kutwijf is. Wat nodig naar de tandarts moet. Zodat ze weer een beetje kan lachen. Nee, Mateen was homo. Nou, dat ging duidelijk in tegen de conservatief-islamitische normen van zijn familie. Ja, dat slaat dus nergens op. Kijk, islamitisch, dat betekent Mohammedaans. Dat is punt 1. Maar dat taalmisbruik, dat vergeef ik dan de Els
godverdomme, dat is de Elsevier. Maar goed, dat vergeef ik ze dan. Conservatief is... Nee, dat klopt niet. De bedoeling is dat een man voor zijn vrouw zorgt. En er zijn mannen die kunnen dat niet. Er zijn Einzelgänger. Nou, dan blijven er allemaal vrouwen over. Nou, daar heeft Mohammed een oplossing voor. Dat is een soort van, dat is heel moeilijk, want Arabisch hebben ze wiskunde uitgevonden. Dus ja, wij hobbelen qua wiskunde achter die Arabieren aan. Hè? Maar stel, ik ga het jullie even wiskundeles geven. Hè? Maar je hebt dus, zeg maar 50-50. Hè? Als je, moet je dus heel modelmatig denken. Hè? Maar je hebt dus 50-50. Heb je dus 50 mannen, 50 vrouwen. De hele, af en toe gaat er eentje dood, maar dan komt er weer een nieuwe bij. Dus je hebt de hele tijd 50 mannen, 50 vrouwen. Hè? Dan heb je een aantal mannen, die kunnen niet voor vrouwen zorgen. Wat moeten die andere vrouwen dan? Denk er eens even over na. En Mohammed heeft gezegd... Nou, dat is allemaal een leuk geintje. Maar 5 vrouwen per man... dan heb je het gehad. Nou, dat is een ruime marge. Ja. Maar als je binnen dat model... ook nog een keer kerels gaan lopen hebben die zeggen... Oh, er zijn toch andere mannen die voor de vrouwen zorgen. Nou, dan ga ik lekker met een kerel rampen tampen. Ja, dan verpest je het hele spelletje. Dus je mag voor mij een kerel in zijn reet neuken, dat maakt mij niet uit. Maar je zorgt voor je vrouw. En je zorgt dat ze met een glimlach de pijp uitgaat. En waardig. Want dat je daar dankbaar bent. En dat zij je niet met een dildo in je reet wil neuken en dat je daarvoor Gerard om de hoek hebt. Ja, dat wil ik helemaal niet weten, man. Dat is jouw probleem. Dus het heeft niks te maken met conservatief, islamitische normen. Dat is allemaal boeken. Er moet voor vrouwen gezorgd worden. Nou, hoewel de vader van de terrorist de aanslag veroordeelde, zei hij dat het aan Allah is homoseksuelen te straffen. Volgens zijn vader werd Mateen ziedend toen hij 2 mannen zag zoenen in Orlando. Dat is ook een raar getuigenis. Geloof je toch zelf niet? En dan krijgen we ook nog Kevin West, een homoseksuele oorlogsveteraan. Ook weer een, ja. Waarom hoef ik dat dan weer te weten? Ik ga even kijken of Farik Bannard. Ja, dit gaat wel goed. Kijk, die berichten die ik net... Vooral het vorige bericht, maar al die berichten zijn ontzettend gekleurd. Er staat niet eerlijk wat er aan de hand is. En dat is jammer. Dat maakt ons allemaal in de war. En, gaan we rare dingen denken... En vooral, en dat is het allerlastigste, slechte beslissingen nemen. En dat is waar die media op aanstuurt. Ze zitten idioten te voeden. Is ook zo'n leuke dit. Is er hier een lange reclame voor? Oh nee, valt mee. Dit is iets van de officiële, ja, dit is een of andere West-Brabant nieuws of zo. Dus het gaat om een winkelcentrum. En het is een ondertiteld door ja, iemand uit Engeland, neem ik aan. Of iemand met Engelse vrienden. En het gaat dan om vluchtelingen. En die willen graag naar huis bellen. En dan gaan ze allemaal wandelen. Dit is allemaal in scène gezet. Hè? Je maakt mij niet wijs dat dit... Ja, ze hebben gewoon met die jongens even kennis gemaakt. Zo, hallo, we zijn hier opnames aan het maken. Ja, en, wat is er nou precies aan de hand? Nou, die jongens die willen gewoon, die hebben geen cent te makken. En in het asielzoekerscentrum hebben ze niet even de moeite genomen om een wifi op te hangen. En dat kost fucking, ja, wat kost het nou, man?
Als mijn dochter bij mij komt, dat is gewoon... Ik had zo'n wifi, zo'n oude. En ja, dan konden die vriendinnen van haar niet whatsappen of zo. Ja, dan heb ik gewoon zo'n nieuwe gehaald bij de Mediamarkt. Dat kostte per tientjes. Maar in het asielzoekerscentrum kunnen ze niet even een wifi neerhangen. Nee, er zijn geen centjes voor. Nee, dat gaat allemaal op aan die politieauto's. En weet je wat een wapenknuppel kost? Hé? Eén keer spuiten met je traangas. Nou, dat is zo €750. Ja, dat is wel eventjes 30 maanden internet voor al die klojo's. Dat kunnen we niet hebben. We gaan liever eventjes één keertje spuiten. Dan hebben we ook €750 kwijt. En hier staat als een dame achter de, zo'n multiculti dame. Achter de Vietnamese lumpia's. Nou, dit is dan een mooie opname van wat ze al verkopen. Lekker tabak en zo. Ja, ja, en dan komt dus een vluchteling binnen met €500 in zijn hand. Ja, ja, die kan je niet helpen. Nee, nee, je kan geen €500 aannemen. Ja, en die vluchteling, die was niet eens verteld door zijn opvangcentrum dat je hier in Nederland niet met €500 kan betalen. Ja, of het was hem wel verteld en hij is echt... Dat hij niet van de apen afstamt, maar dat hij gewoon heel dicht bij de apen zit. Gewoon niet taalmachtig is. Van een winkelbriefje. Ja, het zou kunnen. Ja, ik weet het niet, ik ken die jongen niet. Maar het asielzoekerscentrum lui, die hadden wel eens mogen vertellen van... Ja, als je hier in de winkel, in de buurt gaat shoppen, dan kan je dit en dit en dit kopen. Hou je budget in de gaten. Ga geen huiscontract afsluiten of zo. Ga geen makelaar lastigvallen. Maar gewoon de mensen even een beetje vertellen wat ze kunnen doen. En geef ze een voetbal. Geef ze wat te doen. In Auschwitz had je een zwembad. Ben ik nou zo slim? Of zijn al mijn bookmarks op? Ik denk dat ik dom ben. En ik zeg tjus tegen jullie allemaal.